Klopt, Giovanni. We hebben in januari de opleiding van gezinspsycholoog afgerond. Het was een opleiding van 2 jaar. En we hebben het samen met andere collega's van Bonaire en de regio hebben de opleiding gevolgd. En nu in januari waren we klaar dan met de opleiding van gezinspsycholoog. Wat is de inhoud? Gezinspsycholoog is eigenlijk een postdoctorale opleiding. Dus na je masteropleiding als basispsycholoog kan je dan verder gaan. En staat voor gezondheidspsycholoog. En een gezondheidspsycholoog wordt ook geregistreerd in de BIG-registratie. En dat is een registratie van Nederland die eigenlijk de psychologen of de titel van psycholoog beschermt. Ja. Het was zeker niet makkelijk om te doen. Het is best wel een pittige opleiding, omdat je dan veel uur moet besteden aan zowel voorbereiding, maar ook opdrachten maken. Dus er waren best wel veel lange nachten. En dan ook in combinatie met de coronapandemie was het even zoeken. Maar samen hebben we dat wel kunnen doen, elkaar motiveren, elkaar pushen om naar de eindstreep te komen. En ook de veranderingen in de modules. Ja, hoe kan ik me die opleiding voorstellen? Was het online? Hoe ging het? In eerste instantie was het sowieso om fysiek les te krijgen. Dus we kwamen in eerste instantie hier op Bonaire. Met alle collega's vanuit Aruba, Curaçao, Sint Maarten. Om de eerste lesblok te volgen. Maar nogmaals, vanwege corona moesten we dat veranderen. En dan moesten we dat echt ook online les volgen. Wat je nu ook vaak ziet. Online lessen. Dus we moesten wel aanpassen. Ja. De verschil tussen de andere eilanden met wat betreft deze opleiding of hun werk in het veld, hoe ging het? Het was leerzaam en heel informatief, omdat je dan dingen hoort die je zegt van wij doen dat anders. Maar je hoort ook van cultuurverschillen. Je denkt van oké, ABC of BES eilanden, het is allemaal hetzelfde. Maar er zijn best wel verschillen in en je moet dat weten om dan je cliënten zo goed mogelijk kunnen helpen. Dus we hebben veel van elkaar kunnen leren. Ja. We gaan terug naar mevrouw Waanse van de EOZ. Wat betekent dit voor EOZ? Voor EOZ is het dan een grote mijlpaal. We hebben dan nu in dienst 2 gezinspsychologen. Dus dat betekent dat we ons team hebben versterkt en door meer professionelen met een betere kwaliteit op het stukje van gezondheidszorg hebben we nu in huis. Dus dat is voor EOZ zeker een groot feest. Ja. Is dit bestemd voor kinderen of hoe moet ik dat zien? Ja, een gezinspsycholoog kan op verschillende gebieden werken. En voor EOZ betekent dat we wel voor de kinderen dan de nodige ingewikkelde diagnostiek nu beter kunnen doen. En ook bepaalde interventies om te helpen dat het stukje van leren wat makkelijker gaat dan. Als je een volle hoofd hebt, is het moeilijk om tot leren te komen. En door de leerlingen eigenlijk. We praten over leerlingen omdat we de scholen ondersteunen. Is het belangrijk om hen te helpen dat hun hoofd wat leger is. Zodat ze dan beter kunnen concentreren om dan te leren. En tot een diploma te bereiken. Ja. En zijn jullie, ik heb het nog niet gevraagd, zijn jullie BIG geregistreerd nu? Ja, we hebben ons geregistreerd. We zijn in januari klaar. En toen moesten we alle documenten aanleveren. Ze moesten gewaarmerkt zijn. En ze hebben zo'n commissie die het behandelt en kijken of je voldoet aan alle eisen. En wij zijn gelukkig beide geregistreerd.